Ja, heel erg leuk. Leuke kleurtjes allemaal. Ja, zeker leuk. Breda Nu. Op zaterdag 19 en zondag 20 september vond het Breda Fashion Weekend plaats. Op een lange catwalk aan de Veemarktstraat showden professionele modellen tijdens het weekend de nieuwste mode. Er kwam van alles aan bod. Dames, heren en kindermode, kostuums, uitgaanskleding, plus-size collectie en casual kleding. De nieuwe najaarswintermode van dit moment. Dat doen we met ongeveer 30-40 deelnemende modezaken die allemaal gevestigd zijn in en om Breda. 30 professionele modellen namens DC Models en natuurlijk de hele organisatie van Breda Fashion Week. De vierde editie van Breda Fashion Weekend, de light versie dit jaar. Ja. Hij stond eigenlijk gepland in het voorjaar, want Breda Fashion Weekend wordt altijd in het voorjaar georganiseerd. Alleen ja, door het hele corona gebeuren, dat eigenlijk alles een beetje veranderd is. Is die doorgeschoven? Nog een keer doorgeschoven. Wat is het grote verschil? We zouden hem eerst bij Moederdag doen. En nu is het ineens herfst, dus sowieso het verschil is dat we normaliter altijd de zomermode van Breda laten zien. En nu is het natuurlijk het thema herfst. Ja, het allerleukste is met het team, met de muziek, lopen, gewoon een beetje dat gevoel hebben. Dat is natuurlijk een tijdje weg geweest. Het is nu ook echt wel anders door corona. Maar ik moet zeggen, met dit concept hier in Breda, ik vind het erg leuk. Ja. Nou hebben jullie natuurlijk altijd de primeur als het gaat over wat de nieuwe mode is. Klopt. Wat is je eigen smaak daarin? Soms krijg je dingen aan die minder bij je passen. Maar het is natuurlijk sowieso leuk om het nieuwe modebeeld te zien. En daar pik ik zelf dan weer dingetjes uit die ik zelf voor mezelf leuk vind. En soms, na een show, dan zeg ik, nou, dit vond ik zo'n leuke jas, die hou ik. Wij zijn nu hier voor de camera, maar er zit echt een hele werkgroep achter. Centrummanagement, City Marketing, Bureau Paint. Dat zijn allemaal wel bedrijven en organisaties die mee hebben gedacht. Dus kijk, wij zijn publiekelijk nu, maar er zitten zoveel mensen achter de schermen die de afgelopen weken en maanden meegedacht en heel hard gewerkt hebben. Echt. Wat is de nieuwe trend? Oker. Goh. Ja, nee, wat is nu de trend? Maar wat eigenlijk heel mooi is, en dan zet ik even de modepet op. De herfst is nu en eigenlijk het hele palet van de herfstbladeren, het diepe rood, het warm oker, de bruintinten, het aubergine. Dus ja, het is allemaal wat warm. Heel warm is de mode. In de haarwereld is er ook altijd ieder jaar eigenlijk een beetje een trend. Wat, kunt u daar iets over zeggen? Ja, we krijgen wel een beetje een bangs van een pony, maar niet pony. Een beetje langer overlopend. Een beetje weer wat lager in het gezicht. Een beetje knipoog jaren 80 zonder dat hele matje, zeg maar. Maar wel weer volume bovenop. En dat hele strakke gaat er een beetje af. Met veel kleurverschillen en nude tinten door elkaar. Ja. En voor de heren? Ja, heren, dat was natuurlijk heel erg dat barber en dat geschoren. Wordt ook, vind ik, gelukkig een beetje minder. Dus weer wat vollere modellen, langere lokken en wat gedektere zij- en achterkanten. Dus iets meer knippen. Zo, je staat lekker te kijken. Ja, het is hartstikke leuk. Lekker weertje. Wat vindt u ervan, van de nieuwe mode? Ja, heel erg leuk. Leuke kleurtjes allemaal. Ja, zeker leuk. Komt u uit Breda? Ja, geboren en getogen. Echte Bredaner. Ook dat. Ja, zeker. Hele leuke winkels hier in Breda. Breda Nu.